Ik hou sowieso van lezen, dat is mijn grootste hobby. Maar het laatste boek wat ik gelezen heb, dat is het boek De man die terug wilde naar Auschwitz. Dat is een oorlogsveteraan, een Engelsman die beschrijft dat hij uiteindelijk bij dat kamp Auschwitz terecht kwam. Uiteindelijk was hij op een of andere manier, had hij een veel beter leven kunnen hebben, want hij had zoveel gediend in militaire dienst dat hij min of meer vrij was gesproken en hij kon naar Afrika, maar hij ging zelf weer terug en hij wilde uiteindelijk met zijn eigen ogen zien wat daar de Joodse mensen is aangedaan. Het is zo'n ingrijpend boek. Als je dat leest, dan kun je bijna niet bedenken dat het echt gebeurd is. Het is zo hard en zo confronterend en zo meedogenloos wat ze daar hebben gedaan in die kampen. Dat is, dat, ik vind dat het hoort bijna bij. Zoals vroeger zeiden ik, Jan Kremer moet je gelezen hebben. Nou, ik vind dat De man die terug wilde naar Auschwitz, dat is een boek dat moet je gelezen hebben.